Hoi jongens, ben ik weer. Ik heb vandaag een Snapchat Q&A voor jullie. Want ik heb een nieuwe telefoon. En voor de mensen die het willen weten, het is een iPhone 7 Plus. En ik heb een nieuwe Snapchat. Lois.paper. En ja, oké, eerste vraag al beantwoord. Ik heb een nieuwe Snapchat omdat ik Lois.pep11 een beetje zat was. Ik dacht, oké, nieuwe telefoon, nieuwe Snapchat. Als jij me nog niet volgt op mijn nieuwe Snapchat, kan je dat gewoon doen als je dat wilt. Als je dat niet wilt, kan je het ook gewoon niet doen. Let's start with the questions. Oh, er zit hier een hond onder mij, dus ik hoop niet dat ik hem trap. Hey, heb je het nieuw gezien? En zo ja, wat vond je ervan? Ik weet niet zeker of je zeg maar nieuwe aflevering slash nieuwe seizoen bedoelt. Volgens mij is die uit. Nee, die heb ik niet meer gezien. Maar ik heb het wel een tijdje gewoon gevolgd en ergens gestrand in seizoen 4 of zo. Hoi, ik had een vraag voor je Q&A. Wat eet je het liefst als ontbijt? Joh. Even denken. Ik ben een slechte ontbijter. Dat. First of all. Maar als ik echt zin heb in het weekend om gewoon lekker iets te maken, dan maak ik meestal tosti met kipfilet, tomaatjes en natuurlijk kaas en Italiaanse kruiden. En dan, tadaa, dan heb je een hele lekkere tosti. Dus een tosti, dat had ik ook gewoon kunnen zeggen. What is your guilty pleasure song en wanneer kom ik naar België? Mijn guilty pleasure song. Zeg maar, half mijn afspeellijst is mijn guilty pleasure song. Ik denk, momenteel dan, ook al is het niet per se guilty pleasure, maar gewoon omdat het een beetje een oud nummer is, dat is deze. Dat nummer is mijn guilty pleasure song. En naar België komen, dat lijkt me wel echt heel leuk, alleen ik... Het is gewoon, er zijn niet zoveel situaties dat ik gewoon naar België ga, dus I don't know. De enige situatie dat ik met mijn familie echt naar België ben geweest is voor de concerten van Clouseau. Hi, ik had een vraag, want wat vind je nou het allerleukste aan YouTube? Ja, ik denk eerlijk gezegd gewoon het contact met kijkers en de mensen die ik door YouTube heb leren kennen. Want ik heb echt heel veel goede vrienden gemaakt door YouTube, zeg maar. Gewoon mensen die ik dagelijks spreek, waar ik me nu niet van kan bedenken dat ik ze niet zou kennen. Maar die ik dus allemaal eigenlijk door middel van YouTube heb leren kennen. Want ik denk dat ik ze anders gewoon nooit van mijn leven was tegengekomen. Dus dat vooral. De mensen die je tegenkomt in dit wereldje zijn heel leuk. Heel leuk. God. Heb je voor dit jaar of volgend jaar een concert gepland staan? Zo ja, bij welke concert ga je? En heb je er zin in? Ik heb er eigenlijk volgens mij maar één. En dat is Harry Styles. Ja, ik ben daar super erg excited voor. Het is niet degene die binnenkort plaatsvindt, maar die daarna. Dus ik heb nog wel een paar maandjes te wachten. Wat is de leukste film die je tot nu toe hebt gezien van alle films? Want je gaat veel naar de film. Dat weten we nu wel. Oh my god, Bo. Ja, ik ga heel vaak naar de film. Dus ik zat wel eventjes gewoon vanuit de films die ik de laatste tijd in de bioscoop heb gezien. Want er zijn er ook nog 20 of zo. Dus ja, het is heel kut als ik dat ga zeggen. Maar ik denk toch momenteel It. Omdat ik daar zo van heb genoten toen ik die film keek voor de eerste en de tweede keer. Dus momenteel is mijn favoriete film It. Hey, als je voor de rest van je leven nog maar bij één winkel of bij één merk mag shoppen, welk zou dat dan zijn? Even denken. Praktisch kiezen. Kijk, ik zit te denken aan Primark, omdat ze daar gewoon alles hebben. Alleen dat is natuurlijk niet kwalitatief het allerbeste. Maar ik denk ook aan Urban Outfitters, want die heb ik voor het gevoel zijn iets beter. En hebben ook echt bijna alles. Dus dan heb je gewoon schoenen, accessoires, dingen voor in huis, kookboeken, muziek, petten, kleding. Alles heb je daar. Dus ik denk dat ik dan voor Urban Outfitters zou gaan. Ook al koop ik daar eigenlijk niet zoveel. Maar daar zou ik wel willen... Daar zou ik echt alles willen kopen. Maar ik heb geen geld. Ik denk, kijk, ik zou willen zeggen Halloween, maar daar doe ik dus nooit wat mee. Mijn grootste droom, niet relevant, geen vraag, maar ik ga het toch beantwoorden. Mijn
grootste droom is toch echt om een keer naar een Halloweenfeest te gaan. Waar alles over de top is. En dat je echt helemaal over de top ook mag aankleden. Of naar zo'n filmfeest. Dus waar je alleen maar als een filmpersonage doorheen mag. Maar oké, even dat terzijde. Dan denk ik gewoon kerst. Omdat kerst, ja, dat is dan het enige wat ik tot nu toe gewoon echt constant gewoon vier. En de sfeer van kerst is gewoon fantastisch. Filmpje erbij, theetje, chocolademelk, cadeautjes, gezelligheid, kerstmuziek. Oh, ik heb er nu al zin in gewoon. Oh, Aaron zegt dat hij er niet uitziet. Ik doe wel even een poll of jij vindt dat Aaron er niet uitziet. Hey Lois, hey, ik vroeg me af, liever tanden als wimpers of wimpers als tanden? Hey, let me know. Doei. Bruh. Je zei mijn naam verkeerd, Femke. Wimpers als tanden of tanden als wimpers? Ik moet je zeggen, dat is iets waar ik nog nooit van mijn leven over na heb gedacht. Want allebei is gewoon verschrikkelijk. Oké, ja. Ik denk dat ik doe wimpers voor tanden en dan gewoon mijn wimpers afknip of zo en een nepgebit neem. Want hoe in de hemelsnaam zou je het leven door kunnen met tanden als wimpers? Ah. Yo Lois, Jimmy hier. Ik heb een vraag voor je. Ik ben namelijk heel erg benieuwd waar jij nou echt bang voor bent. Dan bedoel ik niet dieren, maar bijvoorbeeld bungee jumpen, parachute springen. Misschien ben je wel bang voor mij. Ik vraag me af. Sorry voor die irritante weerspiegeling. Dit is mijn tuin. Ja. Dat is mijn tuin. Ik dacht eerst van, oké, dat weet ik niet zo goed. Maar ja, ik weet het. Ik ging een keer voor een verjaardagsfeestje, niet eens zo lang geleden, naar zo'n klimding. En het was niet een klimmuur, maar het was dat je in hoge bomen met zo'n, ik weet niet hoe het heet. Ik kom niet meer op de naam. Maar in ieder geval dat je dus van de ene boom naar de andere boom moest slingeren. En je vast moest maken met van die, nou ja, ik moet zeggen, ik had echt mental breakdowns die dag. Waarom ben ik de naam kwijt? Dat is zo irritant. Iedereen denkt nu, wat de fuck ben je aan het zeggen, Lois? Maar dan moet je bijvoorbeeld van de ene kant zo... Oh, Jesus. Dan moet je dus van de ene kant hier zo, een hoge boom, leuk. En dan sta je gewoon en zit je vast aan een koordje. Moet je naar deze boom zo gaan. En dit stuk, weet je wel, dit zo, weet je wel, dat je zo gaat, dat is echt super leuk. Dan denk ik van, cool, nice. Maar als je dan hier aankomt, dan hang je voor dat ding. En dan moet je jezelf losmaken. En dan vastmaken aan een ander ding. Dus je, nou ja... Oh my god, ik heb er echt een paniek van mijn leven gehad gewoon. Hey, ik heb misschien echt een gewone vraagje. Iemand in een vriendenboek gesteld of zo. Maar wat is nu echt uw lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is rood. Ik hou maar rood. Ik ben verliefd op roze. Oh, it's so cute. Maar ik denk dat ik momenteel geel heel leuk vind. Ja. Yo! Ik was al gestopt met filmen, maar toen dacht ik misschien hebben mensen nog op mijn oude Snapchat wat gestuurd. Boys, hou je meer van tonijn op waterbasis of op oliebasis? Ben je al aan het groen? Vergeet je ook wel eens op stop te drukken in de bus? Wij wel. Yeah. Oké. Tonijn op waterbasis of oliebasis. Ik denk oliebasis, misschien voegt dat iets toe. Ik ben al ontgroend. En ja, ik vergeet soms op de bus te stopbus ding te klikken. Ik had een vraagje. Wat was je leukste vak op school? Oh. Doei! PS, je bent de beste YouTuber. Denk... muziek. Ik had muziek en ik was niet goed in muziek, maar het was wel een heel leuk vak. Nou, dat was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog overige vragen hebt, stel ze in de comments. Tot de volgende keer. Doei! I've been living in the darkness, shadows in my apartment, heartless. Taking love just to spill it on a parchment. Next page and I'm out again.